Midden in de oceaan ligt deze achtbaan. Midden in de oceaan ligt deze achtbaan. Hey, hallo zoete druifjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan vandaag natuurlijk weer achtbaan bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doen we met behulp van mailtjes. Ik heb er zin in vandaag. Eigenlijk heb ik altijd zin in nieuwe achtbanen, maar ik ben ook altijd heel erg nieuwsgierig. En het verrast mij altijd wat er op beeld komt. En dat is mooi. En ik hoop ook voor jullie. We beginnen met Sander en hij zegt het volgende. Hoi Vincent. Hierbij stuur ik dus na een tijd weer een nieuwe achtbaan naar je op. De achtbaan is gebaseerd op Star Trek Operation Enterprise uit Movie Park, Germany. Ik heb ook lichten toegevoegd, dus als je tijd hebt, raad ik ook zeker aan om hem even in het donker te bestrijden. Hier zijn de statistieken. De naam is Operation Escape. Het type is een Mack Launch Coaster van een hoogte van 40 meter. Een lengte van bijna een kilometer of meer dan een kilometer en de snelheid die mag ik natuurlijk weer gaan raden. Succes met het bestrijden. Met vriendelijke groeten van Sander Vogel. Nou, dankjewel Sander voor het opsturen van deze baan. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig, want op zich is Operation Enterprise een hele leuke baan. Toch? Ik vind van wel. We zitten in het karretje en als het goed is... Oh, kijk nou, die omgeving. Lekker vrolijk. Je hebt ook een pleintje toegevoegd en daar schiet de achtbaan voorbij. Ik zal één ding zeggen, ik ga niet wachten tot het nacht wordt. En ik weet ook niet hoe ik met de instellingen kan instellen van... joh, maak het nacht. Misschien met de T-toets? Oh, nee, dat... Vorige keer was er namelijk een project. Als ik dan op de T-toets drukte, dan werd het in één keer... dan gingen de lichten aan, geloof ik, of wat dan ook. Oh, dat was met die Aerosmith-achtbaan. Ja, van de Rock and Roller Coaster. Maar ja, bij deze ga ik naar het volgende treintje. De T van Train waarschijnlijk. Dus ja, ik blijf gewoon zitten en we gaan hem gewoon overdag bestrijden. Hij zei het al in de mail. Wat wordt de snelheid gelijk op pauzeren? Want ik dacht dat hij even ging stoppen, maar hij gaat gelijk richting die launch. Ik verwacht wel een 100 km per uur. Daar gaan we met een snelheid van precies 100. Kijk. Het is een beetje een soort van cliché aantal qua snelheid. Ik zie nooit echt een 107 of een 114. Het is meestal richting de 90, 100, 110. Het zijn meestal die hele getallen. En op zich is dat wel gewoon normaal natuurlijk. Maar ja, weet je, dat maakt het gokken natuurlijk wel een stuk makkelijker. En inmiddels, nou ja, ik wil niet opscheppen, maar ongeveer weet je wel qua hoogte en qua launch van, nou ja, dit is ongeveer de snelheid die hij moet gaan halen. Als je natuurlijk dit bijna wekelijks doet, het gokken, dan ja, soms zit ik er ook totaal naast natuurlijk. Dan heb ik zoiets van, yo Vincent, wat is er aan de hand? Je zit er bijna 30 kilometer naast. Ja, dan ben ik gewoon te enthousiast met het gokken en dan verwacht ik gewoon een hele hoge snelheid. Maar deze was gewoon perfect. Echt prima gedaan. Ook nog een leuke zweefmolen. Ook wat Main Street. Ik noem dit altijd een Main Street huisjes. Hè. Dit zijn gewoon... Ja, het ziet er niet echt uit als een Main Street. Het ziet er eerder uit als gewoon een blok met rijtjeshuizen, zeg maar. Ik vond het een mooie achtbaan. Mooi gedaan qua aankleding. Ik ga er 5 tonnetjes uitdelen. Gefeliciteerd met deze achtbaan Operation Escape. Operatie ontsnappen. We gaan snel door met de volgende baan. En bedankt voor het opsturen van deze coaster, Sander. Hey, hallo Vincent. Jeetje mineetje, dit heb ik al lang niet meer gedaan. Bijna een jaar geleden. Maar hier ben ik dus weer met 2 gloednieuwe achtbanen voor je serie. Vandaag heb ik voor jou de Tuner en de Wooden Temptation. Hier zijn wat statistieken, want die vind je altijd zo leuk. Nou, ik vind het ook gewoon interessant om dat soort dingen te zien natuurlijk. Hè? Dat is voor jullie ook heel leuk. Tuner, het type is een B&M Flawless. Snelheid mag ik natuurlijk raden met een maximale hoogte van 22,4 meter, een minimale hoogte van 1,3 meter en een lengte van 468 meter. Dat is niet een super lange baan, maar het is wel de eerste van de 2 die heeft opgestuurd. Super leuk dat je al een jaar niks hebt opgestuurd en dan nu in één keer 2 achtbanen verzend naar mijn e-mail. Super bedankt. Hey, dit is leuk. Dit is zeker leuk. We hebben dus geen vloer, daarom ook een floorless coaster. Hij gaat dus niet zo heel erg hoog. Hij heeft dus een maximale hoogte van 22,4 meter. Verwacht ik een snelheid van ongeveer, nou wat zal hij halen? Misschien een 60, 65 misschien. Daar gaan we 68 km per uur. Prachtig ook. De sfeer in dit, ja op dit, is het een eilandje of zo? Het ziet eruit dat het een soort eilandje is. Maar gewoon midden in de oceaan ligt deze achtbaan. En ik vind hem tot nu toe best wel rustgevend. Misschien komt dat omdat hij zo langzaam, nou ja, niet echt langzaam gaat, maar hij voelt heel relaxed aan. En dat is zeer positief bedoeld.
Heel vloeiend ook. En je hebt het zeker na een jaar niet verleerd. Nou wil ik niet zeggen dat hij een jaar geen achtbaan hebt gemaakt. Het kan ook zijn dat hij gewoon een tijdje het spel niet hebt aangeraakt. Of dat hij geen zin had om op te sturen. Wie zou het zeggen? Ik vond het een hartstikke leuke baan. Ziet er gewoon goed verzorgd uit. Een leuk eilandje. Gewoon, ik wil niet zeggen simpel. Maar gewoon een klein, compact, leuk baantje. Absoluut de 5 tonnetjes. Ik vond hem erg vermakelijk. We gaan door met zijn tweede achtbaan die hij heeft opgestuurd. De Wooden Temptation, ondertussen aan het laden op de achtergrond. Het type is een houten achtbaan, de snelheid mag ik gaan raden met een maximale hoogte van 30,8 meter, een minimale hoogte van 2,4 meter. En deze achtbaan is gelukkig wel langer met 1115 meter. Ik moet erbij zeggen dat deze map niet helemaal afgemaakt is. Op sommige plekken zul je daarom ook wat hekjes missen. Het project werd te veel voor mijn PC om in te werken. Groetjes van Justin Lama Perez, aka The Curious Goose, was altijd Justin op DC, op Droomkracht. Nou, dat is leuk om te horen. We gaan snel door naar zijn achtbaan. Ook deze achtbaan is weer een beetje duister, of in ieder geval een beetje met het schemerlicht bezaaid. Hij mist wat hekjes, maar daar moeten we maar niet op letten. Ik heb hier trouwens... wacht eens even. Er zijn 2 achtbanen, waaronder een kinderachtbaantje. Ik ga deze dan niet beoordelen, want deze is niet officieel vermeld in zijn project. Of in ieder geval in zijn mail. Ik weet ook niet of hij het doet, want hij staat maar stil. En het ziet er naar uit dat het wel 2 treinen zijn. Oh, hij stond op pauze. Ja, dan gaat hij inderdaad niet werken. We gaan lekker in de midden zitten voor de verandering. Nou, leuk. Gewoon even een tussendoor achtbaantje. Misschien even een beetje een opwarmertje voordat we dadelijk naar die grotere achtbaan gaan. De houten achtbaan in de verte. Ook met een mooie wachtrij. Dat miste wel bij die vorige achtbaan natuurlijk. Nou ja, het gaat om een kinderachtbaantje. Hoe hard zal die gaan? 20 maximaal misschien. Ja, inderdaad richting 30 of zo. Het zal niet veel harder gaan dan dit. Leuk slalomend. Ja, super. Ik denk dat dit voor kinderen best wel gaaf zal zijn. En vooral van, joh, ik heb mijn allereerste spinningcoaster gedaan. Dan is dit een prima achtbaantje. Absoluut. We gaan snel door naar de achtbaan zelf. En hier is, als het goed is, de ingang. Nee, dat is uitgang. Goed aangegeven. Ook lekker Nederlands. Meestal zien we entrance, weet je wel, of exit. Altijd internationaal, hè. Het spel is ook, ja, kan ook internationaal gezien worden. Maar iedereen over de wereld maakt No Limits banen. Gelukkig maar. Wooden Temptation. Hele mooie omgeving. Ik zie nog geen missende hekjes. Misschien komt dat nog wel, maar tot nu toe is het gewoon prima. En ik val ook niet naar beneden, dus dat komt helemaal goed en dik in orde. En de achtbaan staat klaar. En ook bij mijn PC merk je gewoon een beetje FPS drops. Dus ik kan begrijpen dat jouw PC er ook wel een beetje moeite mee had om dit project in te laden. Kan komen door de natuuromgeving, door al die bomen, al die grassprietjes die je moet inladen. Dat kost gewoon enorm veel kracht van je computer. We gaan naar boven met een snelheid van 10,0 km per uur. En deze baan zal waarschijnlijk wel sneller gaan dan die floorless coaster. Ik verwacht wel een, ja, wat zullen we doen? 80 misschien? Meestal gok ik het als ik de afdaling zie. 85 misschien. Dan gaan we naar beneden met een snelheid van 83 km per uur. Dat is een prima snelheid. En waarschijnlijk zal die nu ook laag bij de grond blijven. Zoals je kunt zien doet hij dat ook gelukkig maar. Want dan kunnen we scheuren door de bochten met rond de 50 à 60 km per uur over het water heen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel meer fan ben van deze achtbaan dan van de eilandachtbaan, om het zo te noemen. Hè? Het onbewoonde eilandachtbaantje. Maar op zich was die wel heel erg origineel en deze is ook gewoon hartstikke leuk. Vloeiende bochtjes. En ik kan confirmen, ik kan bevestigen dat je het maken van achtbanen niet bent verleerd en ook niet na een jaar. Dus dat doe je goed. En ik hoop natuurlijk dat ik meer projecten voorbij zie komen in de toekomst. Dus doe je best, Justin, en ga ervoor. En wie weet heb je nog zo'n prachtig project als deze, met ook weer een parkje erbij, met wat attracties. Ik kan heel weinig commentaar geven op deze baan. Je hebt het gewoon in je vingers en dan, ja, merk je het gewoon. Dan is het gewoon een leuke baan om te doen. En verder weinig commentaar. Omgeving niet aangestoord. En hij zei van, ja, ik heb het niet helemaal afgemaakt, maar dat was zeker niet te zien. Misschien dat daar verderop een paar hekjes missen, hier zo. Oh, dit stukje, oké. Nou, dit is dan het enige. Voor de rest, prima gedaan.
op zich gewoon goed. En dit ziet er ook prima uit. En hier missen inderdaad ook hekjes. Maakt allemaal niks uit. Dit was de achtbaan. Je hebt lekker de ruimte genomen. En je krijgt van mij natuurlijk de 5 tonnetjes. Vandaag alleen maar 5 tonnetjes uitgedeeld. Gewoon een hele leuke positieve aflevering. Dat wil niet zeggen dat de aflevering niet positief is als iemand 3 tonnetjes verdient. Want elke achtbaan is gewoon wat waard. Absoluut. En bedankt ook voor het opsturen. Dit was de video. Laat vooral een duimpje achter. En volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van No Limits 2. Gaan we zoals gewoonlijk weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Doei doeg! Midden in de oceaan ligt deze achtbaan. Ik heb mijn allereerste spinningcoaster gedaan. Midden in de oceaan